Allemaal dagboeken hier. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En mijn wekker ging net en toen dacht ik... What? Maar goed, ik ben nu weer wakker en ik ga Jolen naar school brengen. En dan ga ik lekker even een dagje aan de slag met thuis en weet ik veel. Hier is Jola. Shake, mama gemaakt. Oh. En nu ga ik proeven. Ik zeg... hoeveel zal ik zeggen voor mama? Een 5. Oh, een 5. En nog een 5. Oh. 10. Zo, even een shakey. Wat zit er allemaal in, schat? Water, amandelmelk, walnoten, cacao nips, een banaan en een beetje brinta, want de havermout was op. Is die lekker? Op je gezondheid. Ja, is dit gezond? Ik had het zelf niet beter kunnen maken. Zeker gezond vergeleken met je avondeten van gisteren. Ik had Jola, het werd patat. Ik was niet thuis, het werd niet gekookt. Frikandel met... saus en een kroket. En Jola had ook een frikandel. Oh ja, ze zei vanochtend, ja, en ik mocht van Bart gewoon kiezen wat ik wilde. En daarna gingen we naar huis en toen mochten we ook nog alles op de bank opeten. Eén keer. En toen kon ik het niet laten. Nou, lekker consequent. Nou, het is wel vrij consequent hoor. Elke keer met mij doet ze hetzelfde, dus dat is wel vrij consequent. Ik heb een vlogarm. Oh my god, een vlogarm. En ik heb een muisarm. Een vlogarm. Dat is ook zo schattig. Zo keek je al dat dus ook naar me gisteren toen ze de tv wilde kijken. Zo. Nou, schat. Ik ben even iets leuks aan het maken voor een Instagram foto voor allmyfitness.nl. En misschien weten jullie het wel dat ik heel vaak foto's maak met een ananas op mijn kop. Hashtag ananas op je kop. En ik ben nu even een ananas aan het spuiten, want ik had laatst dus gouden spuitverf gekocht, had nog niks mee gedaan. Maar ik had een ananas, die was niet meer zo, ja, die zag er niet echt uit, zo van hij is nog super goed. Dus ik heb met hem nu een beetje goud aan het maken. Maar dan wel een beetje subtiel, dat je gewoon de normale kleuren er nog een beetje doorheen ziet. Ik vind het echt super grappig. Ik ben dus even een moederdag special aan het opnemen vandaag. Dat betekent dat ik een hele grote doos ga unboxen voor moederdag. Dus als het goed is, wanneer deze video online komt, is die moederdag video al online gekomen. Want die komt natuurlijk zondag op moederdag online. En ik mag ook wat weggeven. Dus kijk nog even terug als je die video nog niet hebt gezien. En je bent moeder. Want aan een van de moeders, een moedervolgers van mij, mag ik dus iets weggeven. Superleuk toch? Dus dat ben ik nu aan het doen. Nou, zo zit ik dus mijn filmpjes op te nemen. Kijk, daar is mijn camera. En daar is mijn lamp. Een mooie lampje. En ik heb net een storytime video opgenomen. Want het lijkt me wel heel erg leuk om dat soort video's ook te gaan delen met jullie. Hoe ga ik dat nou doen? Nou kijk, ik ben zo begonnen. Ik heb dus allemaal dagboeken hier. Ik ben echt een freak. Ik ben echt super veel... Echt heel grappig. Die dagboeken die zaten ook allemaal in een zwarte doos. Dus ik zei al, dit is mijn black box. Dit is mijn rugzak. En daar komen dus hele bergen met dagboeken uit. En ik heb tot en met mijn 25ste, ben ik achtergekomen, heb ik dagboeken geschreven. Wel met tussenfases en dan weer een periode wel en dan weer een periode niet. Maar echt mega veel. En het is echt super leuk om gewoon zomaar even een bladzijde ergens uit te lezen. En dan te kijken hoe je dat hebt ervaren toen. Het zijn ook echt allemaal hele andere soort periodes. Bij Ananda in huis. Lelijke foto, maar ja. Oh mijn god. En dat is allemaal brieven van vriendinnen. Die heb ik er dan ook allemaal zo ingeplakt. Echt zo schattig. Oh. Het vaccinatieboekje van mijn paard. Echt super schattig.
met Rianne. Oh, wat erg. Die lip kan ik nu nog steeds, hè? Dat was toen heel cool dat we dat konden. Dat kan ik nog steeds. Kijk maar. Earl. Eel. Earl. Eel. Oh mijn god. Marlon is een lievertje. En een knappertje. Alleen zo klein. Nou, die eerste storytime video heb ik dus opgenomen net. Maar ja, ik heb wel nog een beetje mijn twijfels hoor. Of ik hier echt video's van ga maken. Want het zijn wel echt persoonlijke verhalen. Maar aan de andere kant wel echt verhalen met een soort van lessen in. Waar mensen iets aan kunnen hebben. Waar ik zelf ook echt iets aan heb gehad. Net had ik bijvoorbeeld een topic waarbij ik vertel dat ik dus op een gegeven moment op één weekend 4 verschillende banen had. Nou ja, wat vind ik daar het voordeel van en wat vind ik daar het nadeel van? En ja, hoe zou ik dat doen als ik het over mocht doen? En daarbij kan ik misschien in die video met jullie erover hebben van ja, wat hebben jullie hier aan? En ik denk wel zeker weten dat jullie daar dingen aan kunnen hebben. En dat zeker als het straks om bepaalde punten gaat waar je zelf mee te maken hebt. En als ik het bijvoorbeeld heb over dat ik opgegroeid ben zonder vader en wel met een papa op een gegeven moment en die een aantal jaar geleden verloren heb. Hoe ik daarmee ben omgegaan en ja, gewoon allemaal van dat soort dingen. Hoe over pesten, gepest worden is natuurlijk ook wel echt iets heel belangrijks om het over te hebben. En om mijn ervaring daarin met jullie te delen, want dat is gewoon super handig. Daar heeft gewoon echt iedereen wat aan, want ik sta er op zich op een hele positieve manier in. Ik denk niet dat je ergens dat het een reden is om depressief te worden. En dan geef ik mezelf als voorbeeld. Want er zijn zoveel dingen gebeurd die heftig waren. Maar ja, ik ben gewoon wie ik ben. En ik ben niet echt ongelukkig geweest of zo. Maar er zijn wel echt hele heftige dingen af en toe gebeurd. En ik denk dat bij iedereen gebeuren er wel heftige dingen. En mede door zo'n serie bijvoorbeeld, die heb ik vorige week afgekeken over 13 Reasons Why. Ja, dat soort series, daardoor denken misschien meiden dat ze het heel zwaar hebben van oh ja, maar dat heb ik ook meegemaakt en dat heb ik ook meegemaakt. Dus nu moet ik ook heel depressief zijn of me slecht voelen of misschien wel heel erg dingen doen. En ja, daar wil ik eigenlijk gewoon echt voor waken dat meiden dat denken. Want het is gewoon heel normaal dat je dingen meemaakt, dat er dingen gebeuren. En dat kan jou juist heel erg sterk maken. En daar kun je echt heel erg veel aan hebben. En daarom wil ik het gewoon over die dingen gaan hebben. Dat ik gewoon denk van ja, ik vind gewoon wel dat je een heel sterk en goed persoon kunt worden met bepaalde dingen in je rugzak. Ja, zo is het. Met jouw black box. Dus, nou ja, ik twijfel nog een beetje over, maar ik denk wel dat ik er echt iets mee ga doen. Laat in ieder geval even weten als jij ook een mening erover hebt, want dat helpt mij misschien om toch over die streep te gaan, om daar video's over te maken. En die video's die komen dan op zondag, omdat dan doe ik altijd de extra video's en niet de vlogs. Maar ja, ik kan ook gewoon af en toe in de vlogs even een topic er doorheen gooien natuurlijk. Ik kan ook. Nu wil ik even echt kleding gaan opruimen. Want ik heb dus zoveel dingen die weg moeten. En ik heb zoveel dingen die ik gewoon echt even wil uitzoeken. Elke keer denk ik, ik moet er echt even gewoon even een paar uurtjes voor nemen. Of misschien wel een hele dag, of misschien wel een hele week, of eigenlijk een hele maand. Maar daar heb ik natuurlijk geen tijd voor. Maar nu heb ik heel even wat tijd over, dus dan is altijd de keus of ik ga editen of ik ga dit even doen en niet uitstellen. Dus ik denk dat ik wat kleding ga doen. En misschien dat ik nog even iets laat zien in de spiegel wat ik gewoon ja wil weggeven of zo. Is dat gek om vintage dingen weg te geven in mijn vlog? Vintage. Gewoon tweedehands dingen die ik zelf heb gedragen. Ik denk wel gewoon zoiets van why not. Ik heb nog nooit gezien bij iemand in een vlog dat iemand het deed. Maar YouTube is mijn nieuwe werk. Dus jullie volgers zijn mijn toekomst. Dus ik moet jullie ook belonen met dingen. En ik heb nog niet zoveel inkomsten hieruit. Eigenlijk praktisch niks. Dus ik kan niet hele vette dingen gaan weggeven. Maar ik kan natuurlijk wel dingen weggeven die ik gewoon niet meer nodig heb zelf. En waar ik iemand anders misschien heel erg blij mee kan maken. En aangezien mijn doelgroep vaak wat jonger ligt dan wat ik zelf ben. Denk ik dat die kleding misschien wel leuk kan zijn voor jullie. Dus ik ga even wat beelden laten zien van de kleding die ik nog heb en die ik weg wil doen. En als jij dat dan super leuk vindt, dan hoef je gewoon alleen maar, wat zullen we doen?
Vind je een van deze topjes leuk? Nou, geef dan even een reactie onder in de video. En dan gaan we even mailen. En dan stuur ik het gewoon naar je op via de post dat door de brievenbus komt. Daarom heb ik eigenlijk alleen maar gekozen voor de topjes. Vergeet er niet bij te zetten om welke het gaat. Kies er maar één. En voor degene die het eerste heeft gereageerd, voor die is het. Ik dacht dus wel even heel veel kleding te gaan uitzoeken vandaag. Maar het valt toch echt heel erg tegen hoeveel werk dat is. Ik heb zoveel kleding van het dansen. Dat is niet normaal. Dit is zeg maar één hoekje. En nou ben ik hier allemaal dingen aan het uitzoeken. Ik heb dus echt hele rekken met allerlei themakleding. En mocht jij nou denken van ik weet hier daar echt iets mee, Disna. Ik kan daar echt iets heel leuks mee. Dan mag je dat aan me laten weten. Want het is echt een... Het is echt verschrikkelijk. Zo, nou, ik ga vandaag even vroeg de vlog eindigen. Omdat Bart vannacht al heel vroeg op moet. Hij heeft een fotoshoot voor Holland Casino. En nou, dat is super leuk voor hem. Maar daarom gaan we lekker vroeg naar bed. En ga ik lekker series kijken die ik wil. Maar ik ben nu al door 30 Reasons Why heen. En ik ben nu weer toe aan iets nieuws. Maar wat ik nou zou gaan kijken, ik heb geen idee. Ik denk dat ik eerst nog even de dingen van BNN ga uitpluizen. Of daar nog leuke dingen tussen zitten. Maar... weten jullie nog leuke series op Netflix? Brand maar los. Geef mij ideeën. En maar zeg ook wel eventjes waarom. Want alleen een titel, ja, misschien heb ik wel een andere smaak of is dat niks voor mij. Maar ja, heb jij nou echt een serie waarvan je echt denkt van die moet je echt zien? Let me know. En dankjewel voor het kijken naar de vlog voor vandaag. Tot morgen. Doei. Oh ja, en vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet bent. Want dat is... gratis! Doei!